Hallo, goeie avond allemaal, dames en heren, geachte vleesveehouders in zowel Nederland als in Vlaanderen. Welkom op deze webinar, een webinar speciaal voor vleesvee. Evenals vorig jaar hebben we ervoor gekozen om een webinar te organiseren in plaats van onze winterbijeenkomsten. We hadden het liever fysiek gedaan, uiteraard, met de wetenschap dat het vandaag de dag wel had gekunnen, had het gekund. Alleen we hebben een paar maanden geleden de keuze al gemaakt om er een webinar van te maken. Want ja, het heeft een bepaalde voorbereidingstijd nodig gehad. Maar we hebben wel een hele mooie webinar voor jullie klaarstaan. We zitten hier live in Arnhem. We komen daarmee live bij jullie in de woonkamer of op kantoor of waar dan ook. Ik hoop dat je een lekker drankje hebt gepakt. Want de komende drie kwartier hebben wij een heel mooi webinar klaarstaan. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Joost Huibrechts. Vleesveehouwer in het Brabantse Riel. Wij hebben onder andere Belgisch Weer Blauw, Lakenvelds en Herreforts. En als vleesveehouwer in die hoedanigheid ben ik ook bestuurslid voor het vleesvee in de coöperatie CRV. Nou doe ik dat gelukkig niet alleen. Dat doe ik samen met Jan Terielen. Jan is vandaag ook aanwezig. Die gaat straks later in deze webinar een presentatie geven. En samen met Karsten Bolhuis. Karsten is niet in de studio aanwezig, maar die kijkt vanuit huis. Karsten was afgelopen periode herkiesbaar en die is tevens verkozen. Mocht je nou zelf vragen hebben over vleesvee en CRV gerelateerde vragen, weet ons dan altijd te vinden. Wij zijn er voor jullie om jullie vragen, jullie opmerkingen te beantwoorden en of door te sluizen naar de ledenraad. Dus weet dat je met die vragen altijd bij ons terecht kan. Heb je vragen tijdens deze webinar, dan kun je via de chat de vraag stellen en proberen wij hem tijdens de webinar te beantwoorden. Lukt het niet tijdens de webinar, dan komen wij daar aan het eind van de webinar bij jullie op terug. Wie zit er dan vandaag nog meer hier in de studio? Allereerst Fons Kersten namens het hoofdbestuur. Die gaat jullie meenemen in het wel en wee rondom CRV. Dus we gaan met jullie terugkijken en vooruitkijken. Erik Elbers, ook aanwezig in de studio, medewerker CRV met vleesvee in zijn portefeuille. Hij gaat voor jullie de alom bekende stierenpresentatie presenteren. En zoals ik al vertelde, is Jan Terielen aanwezig. Jan, we hebben een hele mooie bedrijfsreportage gemaakt bij Jan. Een video, die laten we straks zien. En Jan is hier om al jullie vragen omtrent zijn presentatie te beantwoorden. Zoals jullie weten, gebeurt er op dit moment heel veel in de wereld. Zaken die u zou raken, zaken die mij raakt, maar ook het bedrijf CRV zal het gaan raken. We hebben ermee te dealen, jammer genoeg. Het geeft wederom weer veel onzekerheid, maar ik hoop wel dat we met z'n allen weer een heel mooi jaar tegemoet gaan qua vleesvee betreft. En dat we elkaar ook snel kunnen treffen tussen de koeien, gewoon bij een fysieke bijeenkomst. Weet in ieder geval dat wij achter de schermen bezig zijn met de volgende fysieke bijeenkomst gewoon te organiseren. Voordat ik het woord door wil geven aan Fons, wil ik jullie nog dit presenteren. De laatste tijd komt er ons steeds vaker te oren dat medewerkers van CRV hun werk niet veilig kunnen uitvoeren. Misschien bij vleesvee iets minder van belang als bij melkvee. Bij melkvee toch veel robots geplaatst worden. Dieren komen misschien minder in contact met andere personen. Maar ik wil het wel gemeld hebben hier. Dus zorg er ook voor dat als u een medewerker krijgt vanuit CRV of welk bedrijf dan ook, zorg dat ze veilig de werk kunnen doen. Komen ze bijvoorbeeld de koe insemineren, zorg dan dat die apart staat of dat die vast staat. Als dat niet mogelijk is, zorg dan dat de meest agressieve koeien vaststaan, dat er toch het werk veilig gedaan kan worden. Laat ook niemand in de stal als er gemixt wordt. En zorg als het even kan dat je er zelf altijd bij aanwezig bent. Dingen die eigenlijk voor zich spreken, maar ik heb in deze presentatie een filmpje zitten. Die wil ik jullie heel eventjes laten zien om een beeld te geven dat een ongeluk eigenlijk ook wel in een heel klein hoekje kan zitten. Op dit moment nog niks aan de hand, zo lijkt het. De medewerker zoekt even de juiste koe. En die krijgt daar een zetje mee. Of je nou werkelijk de juiste koe gevonden heeft, ik denk het wel. Gelukkig is het goed afgelopen. Maar zoals ik zeg, het zit in een klein hoekje, een ongeluk. Dus
wees er alert op dat dit ook kan gebeuren en dat medewerkers van, in dit geval ook CRV, hun werk veilig kunnen doen. Dat gezegd hebbende wil ik graag het woord geven aan Fons Kersten namens het hoofdbestuur. Fons, aan jou het woord. Ja, dankjewel Joost. Ja, ook namens mij van harte welkom op dit vleesveewebinar. Ja, en ik denk terecht Joost dat je even teruggreep op de actualiteit heden ten dagen. Ik denk een hele pijnlijke situatie hè, wat we zien in Oekraïne. Allereerst natuurlijk heel pijnlijk voor de mensen die daar wonen en die nu in een slechte situatie verkeren en die geholpen moeten worden. En inderdaad ook een situatie die gevolgen zal hebben voor ons allen, ook voor onze veehouderijbedrijven. Denk maar aan stijgende voerkosten bijvoorbeeld. En ook voor CRV inderdaad. Als ik kijk naar CRV, we hebben Rusland bijvoorbeeld gedefinieerd als groeimarkt binnen emerging markets. Dat is een business unit die wij hebben, die zich richt op het buitenland. En ja, Rusland groeide hard in de veehouderij. Dat gooit dan ook een roet in die plannen. Maar we hebben toch onlangs besloten om het zaken doen met Rusland vooralsnog volledig te beëindigen. En in de toekomst moeten we kijken hoe we daar wel of niet meer weer mee verder gaan. Maar dat is ook voor CRV een streep door de rekening. Goed, mijn naam is Fons Kersten. Ik ben melkveehouder van beroep. Ik ben ook lid van het hoofdbestuur van CRV. Ik ben ook al vaker bij vleesveeavonden aanwezig geweest en het verhaal vanuit de coöperatie mogen vertellen, met name in Asten. Dus die mensen die daar al eens gekomen zijn, die kennen mij wellicht. Ik heb een aantal plaatjes, een viertal of een vijftal eigenlijk. Eentje over de strategie, eentje over de R&D-investeringen die we bij CRV doen. Eén over hoe we werken binnen vleesvee, eentje over de jaarresultaten en nog een vooruitblik voor het komende jaar. Nou, allereerst de strategie of onze missie om daar maar mee te beginnen. Waartoe zijn we op aarde? Hè? CRV wil duurzaam rendement leveren op uw bedrijf. Dus op uw melk- of vleesveebedrijf. Dat is ons doel. En met duurzaam bedoelen we niet alleen milieu. Hè? We bedoelen vooral euro's. We bedoelen vooral dat wij producten en diensten moeten leveren. Zowel op genetica als datavlak. Zeg maar de managementondersteuning. Producten en diensten die rendement brengen op uw bedrijf. En daarnaast kijken wij ook naar producten en diensten die bijdragen aan milieuwinst op een bedrijf. Waarom doen we dat? Omdat die license to produce, die ziet u daar ook rechts staan, toch steeds belangrijker wordt richting de markt. Om boer te kunnen blijven, maar wellicht, en daar hoop ik op, en dat is ook wel onze inzet als CRV. We willen ook kijken of we die duurzaamheid, die milieu, zaken die we bereiken, ook in de fokkerij, dat we die ook in klinkende munt kunnen vertalen voor onze veehouders in de toekomst. Het middel om onze missie te bereiken, dat is eigenlijk die strategie, onze driejaarlijkse strategie die we om de 3 jaar ook herijken. Dat hebben we afgelopen jaar ook gedaan. In juli is die nieuwe driejaarlijke strategie besproken in de ledenraad en ook goedgekeurd door de ledenraad. En eigenlijk staan daar de zaken die eronder staan centraal in. Omzet, groei en kostenbesparing, license to produce en R&D investeringen voor de leden. Nou, ik zal ze even aflopen met jullie. Omzet, groei en kostenbesparing, je denkt wellicht, dat is tegenstrijdig aan elkaar. Maar dat is eigenlijk niet zo in het geval van CRV. We hebben natuurlijk verschillende markten. We zijn actief in heel de wereld. We hebben 10 landen waar we eigen kantoren hebben. En we hebben de markten bij waar juist de veehouderij heel erg groeit. Daar willen wij ook onze groei halen. En we hebben ook markten bij waar het stabiliseert, CQ krimpt. Ik denk dat ik geen verrassing vertel als dat in Nederland, dat u weet dat dat in Nederland ook voor de deur staat, zeg maar. We zien nu al dat best wel veel melkveehouders stoppen. En de komende jaren, onder invloed van met name de stikstofsituatie in Nederland, zal dat waarschijnlijk nog toenemen. Dus dat is ook een uitdaging voor CRV. Dus bepaalde business units richten we ons op groei. Andere business units richten we ons meer op stabiliseren, zeker kosten besparen. License to produce heb ik denk al wat over gezegd. Waarom doen we al die zaken? Met name om te kunnen innoveren. Wij willen graag R&D, research and development staat dat voor. Dus innoveren voor onze leden om
inderdaad die toegevoegde waarde op dat boerenbedrijf te kunnen leveren, nu en in de toekomst. Hoe doen we dat dan, die R&D-investeringen? Nou, je ziet er hier wat voorbeelden van. Ik zal rechts beginnen. Daar staat de spermascheiding en reproductietechnologie. Nou, reproductietechnologie hebben we natuurlijk, doen we al heel lang. En ik kan, ja, bijvoorbeeld in Werdum hebben we een hele mooie nucleus voor onze Holstein-fokkerij. Maar we werken ook samen met BBG in Vlaanderen voor Belgisch Wit-Blauw. Ja, spermascheiding, dat is een techniek die wij aangekocht hebben in een start-up, zeg maar, een aantal jaren geleden in Nieuw-Zeeland. Waarin we werken aan het ontwikkelen van onze eigen techniek rondom spermascheiding. Gesekssperma, kent u wellicht wat beter. En het uiteindelijke doel is om gesekssperma goedkoper op dat boerenerf te krijgen. Wij zijn jarenlang afhankelijk geweest van een monopolist, zeg maar. Één bedrijf waar we het sperma konden laten seksen en waar we hoge licentiekosten moesten betalen. Gelukkig is er nu in de markt een tweede speler. En wij zijn aan het werken aan een derde techniek in de markt. En u weet, als er concurrentie komt, dan kan die prijs ook omlaag. En dat is ook het doel wat we hiermee hebben. Daarnaast ziet u staan voerefficiëntie, waar we al een aantal jaartjes ook mee bezig zijn. We hebben daar behoorlijk in geïnvesteerd in voerbakken op melkveebedrijven. We hebben nu een 2500 koeien die dagelijks gemeten worden qua voeropname en waar we ook de data van binnenkrijgen. En we zien eigenlijk dat de 25% beste dieren qua voerefficiëntie in de melkveehouderij, daar kun je eigenlijk al zien dat die ongeveer een euro per koe per dag opleveren voor de veehouder op het moment dat je de stieren gebruikt met de beste voerefficiëntie ten opzichte van de minste voerefficiëntie. Waar we ook ruim een jaar geleden mee begonnen zijn is methaanonderzoek. Ja, iets voor de toekomst. Daar hebben we nog geen producten en diensten rond ontwikkeld. We zijn daar in de startfase het verzamelen van gegevens. Dus data, kennis binnenhalen en vanuit die data kunnen we straks productontwikkeling gaan doen. Dan het financiële jaar. We hebben op 18 januari al een financieel webinar gehad met onze financieel directeur Egon Verheijden. Dat was een webinar van een uur waarin we echt tot in detail door de jaarrekening zijn gegaan. Nou, de leden die zijn daar ook voor uitgenodigd geweest, dus die hebben dat kunnen volgen. Vandaar dat ik nu alleen de hoofdlijn even doe. U ziet dat we een omzetgroei hebben gerealiseerd. Dat op zich toch knap is. Het was zeker geen makkelijk jaar vorig jaar. Ook het eigen vermogen en de balans van totaal ziet u hier toenemen en op een goed niveau. Solvabiliteit, dus het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, bevindt zich ook op een zeer sterk niveau. Dat is ook goed, want we hebben nog een aantal investeringen te gaan, onder andere in IT de komende jaren. En het resultaat, daar zijn we uiteraard niet tevreden over. Dat is een resultaat van nul geworden. Eigenlijk hadden we een operationeel resultaat van 2 miljoen euro. Dus positief. Maar we hebben een aantal voorzieningen moeten nemen. Eigenlijk voor een reorganisatie die dit jaar uitgerold wordt. Maar als je dan weet in het voorgaande en in het boekjaar waar we nu bespreken, wisten we al dat we die reorganisatie gingen doen. En dan ben je boekhoudkundig verplicht ook om daar je voorziening voor te nemen. Nou, dat hebben we gedaan. Daardoor kwamen we op een resultaat uit van 52.000 euro. Nou, dat is niet heel. Daarmee hebben we ook besloten dat er dit jaar geen ledenvoordeel is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het ledenvoordeel ook voor een deel geïnvesteerd is in die R&D-activiteiten ten behoeve van onze veehouders die ik net al heb laten zien. Ja, tot slot nog even een klein beeld van, we hebben toch wel wat groei kunnen realiseren in het aantal verkochte doses. Wat ook in onze driejarige strategie staat. Daar zijn we blij mee. Even om een voorbeeldje te geven. Nederland-Vlaanderen, onze thuismarkt, dat is 2 miljoen rietjes. En je ziet hier 12,2 staan. Dus dat betekent dat we ruim 10 miljoen rietjes in het buitenland doen. De eerlijkheid gebiedt me daarbij wel om te zeggen dat in Brazilië bijvoorbeeld, daar hebben we ruim 5 miljoen rietjes. Maar de helft daarvan is van een bedrijf waarin we spermacollectie doen. Voor onze eigen stieren, maar ook voor stieren van conculega's. Dus dat is niet handel naar de eindklant, naar de veehouder. Maar dat soort business-to-business activiteit, zeg maar. En daar zitten ook andere marges op dan op business naar de eindklant. Dus dat over de cijfers. Dan over de werking vleesvee.
Ik heb hier even geprobeerd bij elkaar te zetten. Ja, wat doen we nou eigenlijk allemaal voor de vleesveehouderij? En dat heb ik opgesplitst tussen wat doen we binnen bedrijf CRV en wat doen we binnen coöperatie CRV. Nou, binnen bedrijf hebben we, ik heb het net al even genoemd, we hebben een joint venture met Belgian Blue Group. Wij zijn daar 1/3 eigenaar van, Belgian Blue Group 2/3. En we doen samen ons fokprogramma voor Belgisch Blauw daar voeren. Verder ondersteunt BBG ons in Vlaanderen ook met het CRV sales team wordt ondersteund door BBG. We hebben daar een genetische commissie die het kader aangeeft voor het aankopen van stieren en een stukje marktanalyse en fokdoelenopvolging. En we hebben ook een coördinator Belgisch Witblauw, omdat we daar ook verantwoordelijk zijn voor het stuk stamboek voor Belgisch Witblauw. En Wim Veulemans, die is een beetje de spin in het web van dat geheel. Onderaan ziet u Erik Elber staan, die zit hier naast mij en die is verantwoordelijk voor de aankoop en distributie van al het overige vleesveesperma. Dus Belgisch Witblauw heeft zijn eigenstandige positie. En het overige, dat ligt bij Erik Elbers. En het is ook zo dat we heel veel stieren gewoon aankopen en distribueren. En gewoon minder op eigen stal hebben staan. Omdat de kosten daar eigenlijk te hoog voor zijn in relatie tot de markt die we hebben in de vleesveehouderij. Dan binnen de coöperatie. Joost heeft er al wat van laten zien. De 3 leden die we in Nederland hebben, die zie je daar onderaan staan. Die zijn ook alle 3 lid van de ledenraad. Zijn ook de mensen die vleesvee vertegenwoordigen in onze ledenraad en waar ik ook als hoofdbestuurder bij aangesloten ben. We hebben ook voor deze vergadering voor op te bereiden en de belangen van vleesvee binnen CRV verder op de kaart te houden, zitten wij samen ook een aantal keer per jaar bij elkaar en adviseren wij CRV. In Vlaanderen hebben we een iets grotere club, die rascommissie Belgisch Witblauw die je ziet staan. Dat zijn 7 mensen en 5 daarvan zitten ook weer in de ledenraad van CRV. En die rascommissie is eigenlijk een adviesorgaan voor stamboekaangelegenheden in Vlaanderen en ook een klankwoord voor CRV. Dus dat is wat we voor vleesvee doen op dit moment. Tot slot, laatste plaatje wat mij betreft, een vooruitblik voor coöperatie CRV voor het nieuwe jaar. Wat staat er op de planning? Allereerst gaan we opnieuw eens kijken van oké, wat is nou onze coöperatieve meerwaarde binnen CRV? Dat is een traject dat we tot september, waar we nu mee starten, wat tot september zal lopen en waar dan in de ledenraad zeg maar een beslissing moet worden genomen hoe die coöperatieve meerwaarde, hoe we die vorm kunnen geven. Dat betekent dat we komende jaar een traject aangaan met leden, met ledenraadsleden, met jongerenraden, met hoofdbestuurders en RWC-leden om dat nog een stuk scherper te krijgen wat die coöperatieve meerwaarde van CRV op dat boerenerf nou is. Onze coöperatieve strategie eigenlijk. Tweede is de introductie van de nieuwe NVI. We hebben onze fokwaarde, de fokwaardeschatting in Nederland die we hanteren. We hebben afgelopen jaar de fokdoeldiscussie gevoerd. Dat doen we elke 5 jaar. Daar komen altijd een aantal aandachtspunten uit die we extra aandacht moeten geven voor de komende 5 jaar in de fokkerij. En dat vertaalt zich dan in een totaalindex, de NVI. En per april zal de eerste draai zijn waarin we volgens de nieuwe NVI, dit is wel voor melkveehouderijen dat bedoeld, waarin de eerste nieuwe NVI gebruikt zal worden. Dus dat staat op de rol. En tot slot, wat denk ik een hele mooie prestatie is van onze jonge melkveehouders, onze jonge leden. Dat is het opzetten van Young CRV. Dat is een club van jonge melkveehouders. Bijna 2000 leden al zijn daarbij aangesloten. En wat doen we daar? We doen veebeoordelingen, wedstrijden organiseren of cursussen. We doen webinars organiseren, we doen excursies organiseren en dat doen de jongeren zelf. Dus de jongeren zelf hebben dit opgezet en zijn hier heel succesvol mee geweest. En daar zijn we heel erg blij mee en trots op. En daar willen we de jongeren ook mee feliciteren. En we hopen dat het ook lukt om de komende jaren een goed en zinvol programma voor de jongeren in de benen te houden. En we zullen als CRV daar ook volle ondersteuning op bieden om dat te laten slagen. Dat waren eigenlijk de zaken, Joost, die ik voor jullie had meegenomen. Kijk, nou dankjewel Fons voor de uitgebreide uitleg over de stand van zaken rondom CRV. Ik kan vanaf hier
niet al te goed zien of er vragen binnen zijn gekomen, maar het lijkt erop alsof er nog geen vragen zijn gekomen voor jouw verhaal, Fons. Mm-hmm. Wel een aanvulling erop. Jong CRV is niet alleen voor de melkvee jongeren, maar evenals ook voor vleesvee jongeren die in de vleesveewereld zitten. Dus heb je interesse erin, kijk even op de site van CRV. Daar staat meer op over Jong CRV. Evenals in de agenda de webinars die georganiseerd gaan worden. Dan wil ik graag doorgaan naar het tweede deel van deze webinar. En daarvoor wil ik Erik Elbers het woord geven voor een stierenpresentatie te geven. Erik, aan jou het woord. Ja, dankjewel Joost. Mijn naam is Erik Elbers. Werkzaam bij CRV als productspecialist. Aan mij de eer om iets te vertellen over de stieren. Nou hebben we van meer dan 100 verschillende stieren sperma beschikbaar. En mij is gevraagd om van een paar nieuwe stieren in 15 minuten tijd iets te vertellen. Dus ik kan er niet te ver op ingaan of te diep op ingaan, maar dan gaan we proberen. Ik denk dat we van minstens 10 verschillende vleesveerrassen sperma beschikbaar hebben. En vanavond wil ik het alleen hebben over Belgisch wit blauw, Hereford, Blond Aquitaine en verbeterd roodbont. Kijken we naar de Belgisch wit blauwe stieren, dan moeten wij kunnen we een opdeling maken in zuivere teelt en Belgisch wit blauw voor gebruikskruising. CRV doet verreweg de meeste aantallen in gebruikskruising, maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Alleen over de zuivere teelt. En hier zie je een overzichtje van wat we allemaal beschikbaar hebben. We hebben op dit moment 61 verschillende stieren in de webshop zitten. Dat lukte net niet om ze alle 61 op dit scherm te krijgen. Ik ben bij 59 blijven steken. De stieren Zest en Zoegar, die hebben het moeten ontgelden. Die zijn aan het zicht onttrokken, maar ook daar hebben we sperma van en die zijn nog altijd beschikbaar. Wat je op deze dia ook ziet, is bij een zestal stieren zie je proef. Nou, dat zijn proefstieren, die worden tegen een aantrekkelijk tarief beschikbaar gesteld. De meest recente stier is DVD en Paco. Die zijn sinds gisteren beschikbaar als nieuwe teststier. Beschikbaar voor mensen die een overeenkomst hebben om stieren te testen. En die zijn dan €8 per rietje. De Belgische blauwe stieren. We hebben, zoals gezegd, een heel breed pakket. We hebben superbeste stieren. Voor ieder wat wils, van stieren van verschillende origine, verschillende kleuren, dat laat deze dia ook zien. We hebben een witrekstier, een blauwe stier, een witte, een zwarte, een witblauwe stier. Deze stieren die zijn eigenlijk standaard bij onze instrumentoren beschikbaar. Dus van deze stieren hoef je op voorhand geen sperma te reserveren. De instrumentator heeft deze stieren altijd bij en daar hebben we ook vooral deze stieren gekozen, omdat ze gevarieerd zijn en voor ieder wat wilt. En het geeft ook wel de veelzijdigheid aan van het pakket van Belgisch wit blauwe stieren. Kijk ik naar dit zijn letterlijk en figuurlijk grote en zware jongens. Futé is echt een enorm boegbeeld en ook kan met recht stiervader genoemd worden. We hebben naast Futé hebben we ook zonen van Futé beschikbaar. Mensen die Futé niet gebruiken, die hebben eigenlijk maar één reden om hem niet te gebruiken. En dat is misschien zijn fokwaarde voor gestalte. Dan zit hij aan de krappe kant met 98. Maar wat mooi is in de fokkerij is, wanneer je de juiste combinaties maakt, kan dat leiden tot hele goede en fraaie resultaten. En om even een voorbeeld te geven, we hebben drie Futé-zonen. En die scoren respectievelijk 106, 107. En 109 voor gestalte. Dus wanneer je dan zo'n futé paard aan een koe die gewoon een beste ontwikkeling heeft, dan hoeft er helemaal geen probleem te zijn. En verder heeft futé geweldige fokwaardes, een geweldige bespiering, maar ook geweldige karkas fokwaardes. Cashmere is een van zijn zonen en Jefferson, dat is
Dat is geen futé zo, maar dat is ook een hele populaire stier. En we kunnen eigenlijk een onderverdeling maken binnen die zuivere teelt voor echte vleesstieren, futé. En de zonen van futé, een cashmere en een megawatt en een infini. Dat zijn zonen van futé, dat zijn echte vleesstieren. En je zou, ja, je zou kunnen zeggen, dat zijn ook stieren die fokken in de breedte. En daarnaast hebben we ook groeistieren. Nou, daar is Jefferson is daar een heel mooi voorbeeld van. He, dat zijn stieren die een hele goede groei realiseren, maar ook ja, wat meer gestalte geven. He. Die groeien meer in de hoogte, om het zo maar te zeggen. Nou heb ik hier vier plaatjes en er zijn er drie van zijn vlees en eentje is gekwalificeerd als groei. Ja, dat is geen juiste afspiegeling. Ik denk dat we net zoveel groeistieren hebben als vleesstieren. En ook stieren als een abruti en een virtuoos en een gaillard. Dat zijn allemaal groeistieren en ook zeker stieren die ja, gewoon populaire stieren. Kijken we naar het plaatje helemaal rechts, dan zien we Newton. En de slogan van Newton is al enige tijd ster op de open deurdagen in Ciné of in China. Ja, dit is natuurlijk geweldig om naar de open dag te gaan van, bij de BBG, om daar stieren te kunnen aanschouwen. In de gang, achter het glas, komen ze verschillende keren voorbij gelopen. En ja, het is geweldig mooi om die stieren te zien, om met eigen ogen te zien en met vrienden of collega's te sparren over kwaliteiten die je ziet en om daarvan gedachten te wisselen. Maar de vraag is ook een beetje, ja, kun je alles zien aan de buitenkant? Hè? Is wat je, what you see is what you get. Hè? Is daar sprake van? Nou, ik denk dat we heel veel kunnen zien aan een stier, maar ook lang niet alles. En ja, genomics heeft ook zijn intrede gedaan bij Belgisch Wit-Blauw. En ik denk dat dat een enorme grote stap vooruit is, met name in het selecteren van jonge stieren. Wanneer ik het heb over een genomic fokwaarde, aan de linkerkant zie je een voorbeeld van een stier, van informatie die we hebben over stieren. Je ziet de lineaire beoordeling, dat is eigenlijk de beoordeling van het fenotype. Hè. Hoe ziet die stier eruit? En rechts zie je de genoomfokwaarde. En dan wil ik eigenlijk graag helemaal onderaan beginnen bij de lineaire beoordeling. En dan links onderaan is de rib. Nou, je ziet dat die stier is beoordeeld, hè, het uiterlijk van de stier. Hij heeft een score van 29 voor rib. Kijken we dan meteen naar rechts, dan zien we dat die stier ook een positieve score heeft in zijn genomic fokwaarde voor rib. Kijken we naar de rug, links naar lineair 31, hè, dat is boven gemiddeld. Maar ook zijn score voor genomic fokwaarde is boven gemiddeld. Bij schouder, bekkenbreedte, borstbreedte, allemaal hetzelfde. Maar ook echt in lijn met wat wij aan die stier, hè, hoe die stier beoordeeld is, hoe die stier eruit ziet, dat geeft hij ook. Maar om nou aan te geven dat het niet altijd duidelijk is hoe een stier fokt en wat zijn kwaliteiten zijn. Nou, dat wordt dus heel mooi naar voren gebracht bij het kenmerk lengte. Die stier heeft een bovengemiddelde lengte, beoordeeld met 39, maar een genoomfokwaarde van duidelijk onder de 100. Dus in plaats van dat die stier echt verbeterend werkt voor de lengte, dat doet hij dat niet. En heeft hij eigenlijk gewoon, ja, wat compensatie nodig. He, die moet gepaard worden met koeien die gewoon een hele goede lengte hebben. En doe je dat op die manier, ja, dan kun je gewoon hele beste nakomelingen verwachten. Dus eigenlijk is dit een heel mooi voorbeeld. Sommige mensen zeggen ook, genomics dat is gebakken lucht. En de bomen die reiken tot in de hemel. Nou, dit is ook een heel mooi voorbeeld van dat laat zien dat genomics echt niet allemaal de bomen tot in de hemel reiken. He, het laat ook de zwakke onderdelen zien. Maar eigenlijk ook de zwakke onderdelen die eigenlijk aan de buitenkant niet echt zichtbaar zijn. Hè. Natuurlijk zijn er ook stieren die korte stieren en die hebben ook een genomic fokwaarde voor hè, die blinken niet uit in lengte. Het is een mooi voorbeeld van een stier die, waar je het niet aan kunt zien aan de buitenkant. En die genoomfokwaarde die zegt, ja, dit is een aandachtspunt. Voor het maken van een paring. Dus alleen daar al is al een geweldig, ja, geweldig mooi om die te gebruiken in je fokkerij.
Ja, één ding wil ik wel bij zeggen. Het is met name een enorme stap vooruit bij het maken van paringen van jonge, met jonge stieren. Want dit is wel een stap in de goede richting, maar een bewezen fokstier met honderden of soms duizenden nakomelingen. Ja, de nauwkeurigheid van die info die we hebben over de stieren is wel betrouwbaarder dan van een jonge stier. Maar het geeft wel aan dat dit gewoon een hele goede stap voorwaarts is. Kijk, en we kennen allemaal voorbeelden van stieren of koeien die, waar we hele hoge verwachtingen van hadden en die uiteindelijk toch tegenvielen. Nou, die genomic fokwaarde die kan ons daarbij helpen door ook die zwakkere onderdelen bloot te leggen. Ja, tot zover eigenlijk het verhaaltje over Belgisch wit blauw. Deze week is er sperma binnengekomen van drie nieuwe Herefordstieren. Ja, heeft heel lang geduurd voordat we dat sperma uiteindelijk binnen hadden. Twee stieren komen uit Engeland. Eentje was Nederlands gefokt. Dit is de Nederlands gefokte stier. Komt vandaan bij Wouter en Arend Kreun uit Waddenooien. Burak P. Maar wel een, ja, Nederlands gefokt, maar wel met een internationaal karakter. Hè. Zijn vader komt uit Australië. De moeder komt uit Nederland. Hè. En de moeders vader komt ook uit Nederland. Maar de grootmoeder kwam uit Denemarken. Hè. Een stier die is ingeschreven met 89 punten voor algemeen voorkomen. Ook een stier met een hele beste lengte en absoluut een toevoeging in onze Hereford portfolio. De volgende stier, dit is de Engelse stier. Hij heeft een Canadese vader en verder een Engelse koefamilie als achtergrond. De stier geeft gemakkelijke geboortes en ook nog een iets kortere draagtijd. Nou is geboorte en draagtijd is eigenlijk nooit echt een issue bij Hereford. Maar binnen het ras geeft Rory kortere draagtijden en gemakkelijke geboortes. En ook van deze stier geldt dat er een genoom fokwaarde is. Dus ja, een vrij nauwkeurige inschatting van zijn kwaliteiten. De laatste stier die onlangs is binnengekomen is Santana. Nou, Santana heeft dezelfde vader dan Rory. Ook deze heeft verder wel een Engelse achtergrond, een Engelse koefamilie. Santana is erg goed in groeicapaciteit, maar ook deze stier geeft een kortere draagtijd dan gemiddeld bij Hereford. En ja, ook een stier met een geweldig mooi fenotype. Kom ik bij Blonde Aquitaine. Nou, vandaag hebben we toevallig sperma in de webshop gekregen van drie nieuwe stieren. Ja, eigenlijk vier nieuwe stieren, maar één is niet echt nieuw. Dat is Aramis. Aramis is echt een oud gediende. En ja, is, ja, vanuit dat oogpunt gezien is die ook niet echt nieuw. Maar ja, die hebben we toch weer opnieuw toegevoegd aan ons pakket. Vanwege zijn goede kwaliteiten. Het is echt een bewezen stier. Hij is super pinke stier. En ja, wordt ook gezien dat misschien wel een van de allerbeste stieren is van de afgelopen 15 jaar als het gaat om moedereigenschappen. Ik zie overigens dat bij de pedigree bij Aramis is niet goed. Is nog van de vorige. Een stier met deze pedigree, dat zou een Hereford stier zijn. Maar Aramis is een Leo uit een Inedit moeder. Dus dat klopt niet, zie ik bij nader inzien. De volgende stier is Naruto. Naruto die werd mij ingefluisterd door Karsten Bolhuis, hè, het bestuurslid waar nu zeg maar vanuit huis meekijkt. Het is ja, een hele beste stier, een jackpot uit een Frelon. Hij heeft een wat andere pedigree en daardoor is hij ook breed inzetbaar. Zijn nakomelingen realiseren een enorme groei, hebben veel bespiering, met name in de rug en in de achterhand. En vanmiddag was in Frankrijk ook een webinar. En dat was een webinar, ik geloof dat je bestond uit 61 dia's. En dat ging alleen maar over Blonde Aquitaine. Maar deze stier werd dus aangekondigd als de potentiële nummer 1 stier van het ras. Nou is dat natuurlijk altijd gevaarlijk om een stier op die manier aan te kondigen. Maar ik denk wel dat het
een hele mooie indicatie geeft van wat men verwacht van deze stier, wat die kan betekenen in de fokkerij. Dan hebben we gesekt sperma van twee stieren, hashtag en glacon. Glacon hadden we al wat eerder beschikbaar als mannelijk gesekst en van hashtag hebben we vrouwelijk gesekst. Beide stieren hebben een zeer gunstige fokwaarde voor geboorteverloop en dat is ook de reden dat glacon beschikbaar komt als mannelijk gesekst, omdat stierkalven worden gewoon zwaarder geboren, maar bij glacon dan zit je wel gewoon aan de veilige kant. Hashtag is ook een stier die beschikt over, die dochters hebben een goede melkgift, hebben uitstekende moedereigenschappen en de stier vererft superbest benen. Nou, wanneer ik naar die foto kijk van hashtag, dan heb ik niet direct de indruk dat ik met een hele beste benenvererver te maken heb. Maar ja, dan moet je even terugdenken aan wat ik net zei over die Belgische Weerblauw. Het is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant wat de kwaliteiten van een stier zijn, maar dit is wel een voorbeeld ook van, je ziet het er misschien niet direct aan af, maar het is wel zo. Dan kom ik bij Verbeterd Roodbont. Dit plaatje heb ik een keer gemaakt bij Jan Terriele. Jan is ook bestuurslid bij CRV. En daar komt daar kunnen we een mooie reportage zien die bij Jan thuis gemaakt is. We hebben één nieuwe stier. Die is op 18 februari toegevoegd aan de portfolio. En dat is de stier Boy. Kijken we naar Boy, dan zien we een stier die is ingeschreven met 89 punten voor algemeen voorkomen. De vader is Lautinus. Lautinus is gefokt bij Bert van der Beelen. We zien Bertinus en Laura van Volenbeek. Afkomstig van de stal van Evert Roosendaal. Maar we moeten vooral niet vergeten de indrukwekkende koefamilie die achter deze stier zit van Theo Veerman. Maar wat ook heel mooi is om te zien is dat zowel aan moederskant van deze stier als aan vaderskant zie ik Van de Vredeburg. En Van de Vredeburg, dat is het prefix, hè, de bedrijfsnaam of de stalnaam van de familie Terriele in Vaassen, waar we daar dus een mooie video van zien. Dit is Boy toen hij aankwam in Harfsen in de quarantainestal. Nou, wanneer ik de vergelijking maak met Belgisch Wit-Blauw, dan ik denk dat, dat je daar heel goed mee kunt vergelijken. Dit is ook een stier met 12,5% Belgisch Wit-Blauw in zijn pedigree. 87,5% Verbeterd Roodbont. Maar deze stier, Boy, die kun je echt typeren als een vleesstier. Dus als je het hebt echt over breedte, deze stier geeft breedte en heel veel bespiering, heel erg luxe. Die luxe die zie je hier ook, hè. Met name ja, alles is vlees en is rond en dik. Hè, die schoft, maar ook net achter de schoft daar is gewoon, ja, het is allemaal heel fraai, maar ook de breedte. Hè, met name in de voorhand is dat heel duidelijk zichtbaar. Heel, heel mooi, hier wordt de stier dan maar klaar gestoomd om gefotografeerd te worden. Hier zie je Boy van voren. Nou, Boy die scoort op drie onderdelen de maximale score. En dat is dus voor inhoud voorhand, schoftbreedte en de breedte van de broek. Hier paradeert hij zeg maar in de productiestal. De stierenverzorger aan de andere kant van het hekje. Hè. Veilig werken met stieren, dat is een groot goed binnen CRV. Hier zie je de stier volledig 85 punten voor ontwikkeling. Het is een stier die niet uitblinkt in de laatste hoogtemaat, maar wel een stier met een enorme lengte. Heel veel rastype. Een geweldige schouderpartij heeft die stier. 92 punten voor bespiering en 88 punten voor benen en 89 punten algemeen voorkomen. Van deze stier is zowel conventioneel als gesekst, vrouwelijk gesekst sperma beschikbaar. We zijn er gewoon heel blij mee. Een zeer welkome aanvulling in onze portfolio. En met dit plaatje wil ik afsluiten en wil ik het bruggetje maken naar de video die gemaakt is bij de familie Terriele in Vaassen. Gemaakt door Harry Verleeuwen en Rogier van der Weijden.
aan jou het woord, Jan. Ja, ik zal het woord heel even overnemen, maar ik was al van plan om Jan niet uitgebreid te introduceren. Jan is gewoon een heel, Jan en zijn familie, een bekend gezicht binnen de fokkerij vanuit de Verbeterd Roodbonte. Voor degenen die de familie Terielen niet kennen, het is een mooi vooruitstrevend bedrijf. Ze hebben een bedrijf dat gezien mag horen qua omvang, een heel groot bedrijf. Jan is zelf met zijn 2,04 meter ook een groot veehouwer. Dus wel de moeite waard. De komende 10 minuten hebben we een filmpje. Naar de rand is er ruimte voor vragen. Zijn er vragen tijdens de film of misschien ook nog over de presentatie van Erik? Zet ze even in de chat. Dan proberen wij die bij de rondvraag eventjes mee aan te pakken. Geniet van de komende bedrijfsvideo. Welkom op vleesheerbedrijf Vredenburg in Vaassen bij de familie Terielen. We hebben hier in maatschap met mevrouw en Jan een vleesheerbedrijf met verbeterde roodbonte dikbuikkoeien. We hebben hier 300 stuks vleesvee, 140 tot 150 afkalveringen per jaar, 18 hectare eigendom, 30 hectare natuurgras en 30 hectare van particuliere mensen. Hier op het bedrijf van de familie Terielen ligt de nadruk op preventieve gezondheidszorg. Dit begint eigenlijk met het monitoren van de minerale huishouding. Twee keer in het jaar monitoren we hierop door middel van bloedafname bij verschillende diergroepen. Dit om te kijken of dat de minerale voorziening op peil is. Dit is van belang voor de vruchtbaarheid van de dieren, maar ook voor de vitaliteit van de kalveren. Daarnaast worden drachtige koeien gevaccineerd tegen rota, corona en coli. Dit zijn de meest voorkomende diarreeverwekkers bij de jonge kalveren. Via adequate biesverstrekking worden deze antistoffen overgedragen op de kalveren. Vervolgens, bij het inknijpen van de oormerken van de dieren, wordt een biot genomen om te kijken op BVD. Daarnaast krijgen ze een injectie met multivitamine en ijzer. Vervolgens op rond dag 9 zetten we een neusenting. Hierin zitten de twee meest voorkomende virale verwekkers van longontsteking bij kalveren. En op week 4 krijgen de dieren 3 verschillende vaccinaties. De pinkgriepvaccinatie. Deze borduurt eigenlijk voort op de bescherming die bij de neusenting op is gedaan. Maar wordt daarnaast aangevuld met een Mannheimia component. Ze krijgen een vaccinatie tegen de huidschimmel ringschurft. En daarnaast krijgen ze een vaccinatie tegen Clostridium. Clostridium is een bacterie die normaal in de darm voorkomt bij de kalveren. Maar onder invloed van een verhoogde hoeveelheid voedingsstoffen op darmniveau kan deze gaan overgroeien en gifstoffen gaan produceren, waardoor de dieren acuut dood komen te liggen. Om dit te voorkomen vaccineren we daarom ook hier tegen. Hier zijn we in een stal met de drachtige koeien, zoals je kunt zien. Ze lopen hier in een lichtboekstal. Ze staan hier een basisrantsoen voor van keelgras, mais en witlofwattels. Als de koeien uien krijgen of aan de tijd zijn voor het kalveren, gaan ze over naar de andere kant van de stal. Hier liggen de koeien met de kont naar ons toe, zodat we ze goed in de gaten kunnen houden. We hebben er twee camera's op staan, zodat we ze op de telefoon en op de beeldscherm in huis in de gaten kunnen houden. En 's nachts lopen we twee keer door de stal heen om te kijken of er een koe moet kalveren.
Hier komt de koe en de kalf apart in het hok te zitten. Hier blijven ze enkele dagen zitten, zodat wij de koe met kalf goed in de gaten kunnen houden. Als kalf drinkt bij de moeder, als het goed gaat met de koe. Nou, als alles goed gaat, mag de koe en de kalf naar de groepshuisvesting. Als alles goed gaat met koe en kalf, gaat koe en kalf naar de groepshuisvesting. Hier komen ongeveer 15 koeien met 15 kalfjes bij elkaar in het hok. Kalfjes hebben achteraan een eigen brokkenbak om brokjes bij te eten. En na loop van tijd komt hier een dekstierbier in. Hier liggen een rantsoen voor van gras, mais en witlofwortels. De koeien krijgen een kilo brok per dag bij, zodat ze voldoende melk geven voor de kalf. En bij elke groepshok staat een mineralenbak, zodat ze na behoefte de mineralen op kunnen nemen. Kalfjes blijven 4 maanden bij de moeder, dan worden ze gespeend. Als de kalfjes gespeend zijn, komen ze hier in onze hellingstal. Hier worden de vaaskalven gescheiden van de stierkalven. Al onze vaaskalven blijven aanwezig op ons bedrijf om verder mee te fokken. Van de stierkalveren zoeken wij de 10 tot 12 beste stierkalveren uit met de beste moeder en de beste vaders. Voor de fokkerij, voor onszelf, maar ook voor onze collega-fokkers die ze hier kunnen kopen. De stiertjes die overblijven, gaan we 5 maanden naar de mesterij. De pinken worden met 14, 15 maanden geïnsemineerd. Dit doen wij aan de hand van een zoekstier. Deze stier is gesteriliseerd. Dus dat betekent dat de stier wel kan dekken, maar hij kan niet bevruchten. Zo kunnen wij goed zien of onze pinken tochtig zijn. Als wij zien dat de pink goed tochtig is, bellen wij de KI. En aan de hand van de gegevens van de pink zoeken wij een stier die daar, wat wij denken, die er goed op passen. Al onze pinken worden geïnsemineerd. Dit doen wij om zoveel mogelijk bloedspreiding te krijgen voor onze fokkerij. Onze afkalfperiode is van oktober tot eind april. Dit hebben wij bewust gekozen omdat we in deze periode het meeste tijd hebben. Zodat wij het kalf goed kunnen begeleiden en een goede start mee kunnen geven. Fokkerij is een ruim begrip. Wij zien onszelf meer als een vermeerderingsbedrijf. Wij hebben wel een passie voor fokkerij. Wij streven er wel naar om zo luxe mogelijk en zo groot mogelijk dier te fokken. Onze ideale fokstier heeft voldoende lengte, heeft voldoende hoogte, voldoende bespiering en een mooie achterhand. Hierachter ligt een stier die aan ons fokdoel voldoet. Dit is een stier Alex van Vredenburg. De moeder is Odille van Vredenburg. Die heeft 11 keer gekalfd met hele goede moedereigenschappen. De vader is Tijger van Vredenburg. Deze heeft zich bewezen in het project Natuurlijk Luxe. Met deze stier hopen wij nog verder te komen in onze fokkerij. Koeien waar wij mee uitgefokt zijn, dat betekent de koeien die 2 tot 3 keer gekalfd hebben en in het land geen kilo's meer groeien. En waar wij van denken van die is nou goed voor de mesterij, mesten wij onze eigen koeien zelf af. De mestkoeien die wij gaan mesten gaan eerst door de weegschaal heen om het gewicht te bepalen bij het begin van de mesten. Dan komen ze 100 tot 120 dagen aan de afmestrantsoen. Als de koe voldoende dik is en genoeg vet erop heeft zitten voor de slager, doen wij hem weg. Dan gaat de koe weer door de weegschaal heen, wordt weer levendig gewicht bepaald en zo kunnen wij de aanlooppercentage, de daggroei berekenen en daar kunnen wij aan de hand van dat percentage onze rantsoen op aanpassen. Nou, we zijn hier bij ons in de koelcel bij onze slachterij in Lieren. Wat je hier ziet hangen is een verbeterd rood monte dikwil. Die komt van de familie Trille af. Wij doen al zo'n jaar of 10 zaken met de familie. Dat gaat prima. Wat wij heel belangrijk vinden is gewoon de manier van voeren wat de familie doet. Het is 120 dagen voeren. Zelfde kleur aan het vlees, zelfde smaak aan het vlees. Gewoon heel belangrijk. En wat ik heel belangrijk vind is het randje vet wat erop moet zitten. Dat geeft gewoon een super mooie smaak.
laten onze dieren altijd 10 dagen besterven. Nou, dat kunnen die dieren dus supergoed hebben. Vind ik belangrijk voor de kwaliteit. Je creëert toch een mooie smaak van je vlees. En ook, ja, je onttrekt vocht. Dus het vlees is slacht gewoon, ja, snijdt gewoon mooier. Het zelf slachten wat we doen vind ik heel belangrijk. Nou, je kunt zien, ze hangen dus half op de kassen. Je hebt niet zoveel slagers meer die zelf slachten. Dat mogen wij gelukkig nog wel doen. De korte lijnen, dus weinig transport. Het lekker lokaal verhaal is heel belangrijk. Ja, we kunnen elkaar gewoon heel goed versterken in dit hele verhaal. Dat is super belangrijk. Ik heb dus nu de koe afgestoken. Je kijkt nu op de fijne rib. En dan kun je dus echt zien dat dit een verbeterd roodbont is. Lekker vetje erin, dierenvetje erop. Kleine marmering in zijn vlees zitten. Daar kunnen wij als slager echt ons onderscheid mee maken. Dat is echt ja, een kwaliteitsverschil met het vlees dat bij de supermarkt ligt. Dat is gewoon dag en nacht verschil. Gewoon super mooie dieren. Goed afgemest. Ja, daar gaan we voor. Daar gaan we voor, zegt Herman Terwelen. Mooie afsluiting van een hele mooie bedrijfsvideo, denk ik. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben van de video dan ik. Ik zie dat er op dit moment nog geen vragen binnenkomen. Misschien komen ze zo meteen. Ik was zelf nog even benieuwd, Jan. Jij sprak in de video over fokkerij is een ruim begrip. Maar ik zie mezelf meer als een vermeerderingsbedrijf. Kun je daar nog iets meer op toelichten? Nou, wij zijn denk ik een van de grootste verbeterd bondfokkers in Nederland. En wij fokken of produceren eigen kalveren voor de slager. Dus dat bedoel ik eigenlijk mee met een ruim begrip van fokkerij. Oké. Okay. Vandaar. Kijk aan. Ik krijg hier via de app nog wel een andere eigenlijk opmerking en vraag binnen. Er staat bij, deze persoon is erg onder de indruk van jouw kengetallen. Ik denk dat het ook een heel mooi rijtje is om te mogen presenteren. Wat zijn in jouw optiek nog verbeterpunten en ja, hoe kijk jij naar de toekomst? Nou ja, verbeterpunten is natuurlijk heel makkelijk. Want er zit nu 2,7% door sterfte bij kalveren. Nou ja, dat wil je het liefst naar nul hebben. Nou ja, en de vruchtbaarheid. Sinds dat wij de nieuwe stal 3 jaar geleden gebouwd hebben, zijn wij van 420 dagen al naar 393 dagen gegaan. Ja, nou, dat proberen wij in de toekomst nog iets lager te krijgen. Het zal niet meevallen, want dit is al een mooi cijfer. Maar ja, als het lager kan, waarom niet? Elke dag dat de koe moet voeren en nog geen kalf heeft, kost geld. En daar moet je toch rekening mee houden. Nou ja, in de toekomst, ja. De toekomst is moeilijk in te schatten. De markt wordt alleen maar kleiner. De vraag wordt steeds groter. Dus ja, toekomst, ja. De prijzen zijn goed. En de rest is afwachten wat de toekomst gaat doen. Ja, dat is zeker in. Ja, de tijd zal leren. Ja. Ik was nu wel benieuwd naar het afmestrantsoen. Want volgens mij is dat niet aan bod gekomen. Je zegt, het rantsoen kunnen we aanpassen op de kengetallen die we vanuit het wegen hebben. Wat is op dit moment hoe ziet jouw afmestrantsoen eruit? Nou bestaat afmestrantsoen uit 10% hooi. Kort gesneden. Dan zit er, moet ik goed denken, 50% mais. 30% aardappels, voeraardappels. En dan hebben we de laatste stukje, 20% is glucoplus. En glucoplus is bierborstel, patatsnippers, bietenpulp. Dat zit in de slurf verpest en daar zit eigenlijk alles in. En dat is een beetje voor krachtvoerbesparing. Nou ja, en dan krijgt de koe, bij het begin van de mest, dan krijgen ze 6 kilo brok. En net voordat ze naar de slager toe gaan, zit ze op 12 kilo. Dit doen wij met botjes boven de koeien. Als je goed in het filmpje hebt gekeken, hangen er allemaal van die botjes. Nou ja, als pijltje naar boven staat, weet iedereen dat de koe 2 schep brok krijgt. Staat pijltje naar beneden, krijgt de koe 3 schep brok. En zo weet iedereen die bij ons voert, wat een koe moet hebben. Nou, mooi verhaal erin, ja. Ja, dus, nee, super joh. Ik kijk heel eventjes naar de moderator. Of er op dit moment vragen binnen zijn gekomen, los van die we net al gesteld hebben. Dus ik heb hier nog een andere vraag binnengekregen. Welk percentage keizersneders hebben jullie en fokken jullie ook op vermindering van keizersneders, Jan? Nou ja, bij ons is keizersnede is 100%. Dit doen wij, maar eigenlijk voor één reden. Dat is voordat we 100% zeker weten dat wij een levend kalf hebben. Want als je een kalf op de natuurlijke weg laat geboren worden, is er en bestaat er een kans dat je een kalf beschadigt of de koe beschadigt of kalf doodtrekt. En dan zijn de prijzen van kalf daar veel te duur voor.
Dat is eigenlijk een reden dat wij het niet doen. Ook omdat wij zoveel laten afkalveren, moeten wij dus veel te veel bij zijn. En nou, dat kost eigenlijk klauwen met geld. Want wij hebben in de afgelopen februari hebben wij 40 kalveren gehad. Nou ja, 40 kalveren, nou ben je met een uurtje klaar met keisnee. Soms iets sneller, ligt er aan welke veearts er is. Maar laat je hem natuurlijk geboren, nou, dan moet je eerst wachten op een waterblaas. Dan ga je eens een keer voelen. Dan moet je poten blazen. Dan moet je misschien nog een keer helpen. Nou, dan kun je misschien wel 3 uurtjes mee bezig zijn. Nou ja, als je dan 40 in een maand tijd hebt, dan wordt dat iets te gek. Maar wij doen natuurlijk wel mee met het project natuurlijk, luxe die er is. Wij meten onze dekstieren allemaal. En met de ruime dekstieren gaan we ook mee verder fokken. En een gedeelte van onze koeien zijn gemeten. En uit die cijfers daarvan is ook bekend dat ons bedrijf ruime fokwaardes hebben. Als ik aan een landelijke gemiddelde zit, zitten wij ruim erboven. Dus dat is wel een goed teken voor onze fokkerij. Maar ja, we snijden op dit moment alles. En dat is gewoon om de risico niet te lopen dat er wat met kalf gebeurt. Ja. Want ik kreeg hier inderdaad nog een vraag van, joh, wat dan een percentage natuurlijke geboortes was. Nou, die vraag is dan bij deze nog ook beantwoord. Wel goed om met het project mee te doen, denk ik tenminste. En zeker als je dan ook kunt zien dat je boven het gemiddelde scoort. Dan laat je in ieder geval zien dat je erin meedenkt. Maar puur qua ja, arbeidsoverwegingen maak je deze keuze. Dus ja, ik denk dat we naar een afronding gaan van dit webinar. Nogmaals mijn excuses voor een technisch mankement hier. Dat ik meerdere malen heb aangegeven dat er geen vragen zouden zijn. Wellicht heb ik dus een paar vragen over het hoofd gezien. Ik hoop dat ze op dit moment al beantwoord zijn. Is dat niet het geval, dan gaan wij ook na de webinar even de vragen langs. En komen wij met jullie met een antwoord erop terug. Ik zou zeggen, kijk ook eens een keer goed op de site van CRV. Houd de agenda in de gaten. Ik vertelde het begin van de webinar al dat we achter de schermen bezig zijn met het organiseren van fysieke bijeenkomsten. We hebben hele leuke plannen dit jaar. Mede ook omdat we dus de afgelopen jaren een paar dingen in het verschiet hadden die helaas niet door zijn gegaan. Dus we hopen dat we met z'n allen een mooi vleesveejaar van mogen maken. Ik wens jullie vanuit Arnhem hier nog een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken van de webinar. En hopelijk zien we elkaar snel fysiek en mooi tussen de koeien.